van terug. Shirt van date. Ja, nee, daar zijn er geen appels. Goed, wat gaan we nu nog pakken? Want ja, jij kiest. Weet je waar je ook nog vergeten bent? Ja, natuurlijk. Ja, het is. Wat ben je vergeten? Avondit. Blijven schrijven. Hey there, lieve YouTube-vriendjes en vriendinnetjes. Van harte welkom op alweer mijn vierde literaire vlog. Ik ben Segerwijts en ik hoop dat jullie veel plezier gaan beleven aan deze video. Goed, maar ik zal zoals altijd eerst het principe nog eens uitleggen. Ik heb dus twee dichtbundels geschreven. Een kunst zonder besef. En als klap op de vuurpijl. En het is elke vlog de bedoeling dat ik uit elke bundel een gedicht voordraag. En het gedicht dat ik elke keer voordraag uit elke bundel hangt af van het cijfer dat John kiest. Ik laat hem namelijk elke keer een getal kiezen tussen 12 en 71. 12 en 71 zijn hierbij niet inbegrepen. Nou goed, stel hij neemt 50... als getal, dan lees ik het gedicht voor dat in deze bundel op pagina 50 staat. En hetzelfde geldt uiteraard voor mijn tweede bundel. Goed, ja, en voor de rest probeer ik mijn vlog een beetje op te leuken met filmpjes uit ons dagelijks leven en dergelijke grappen en rollen. Goed, veel plezier tijdens mijn vlog en thumbs up! Dag jongen, niet over de draden vallen. Oh, er zitten weer lekker saampjes. Hè? Dat is dus mijn lieve schat, John. John, jij vindt het weer superleuk om een nummer te kiezen. Dat weet ik, daar kijk je al heel de dag naar uit. Heb je een nummer in gedachten? Het moet tussen 12 en 71 zijn. En 12 en 71 zijn hierbij niet in de 69. Ha! Zoals dan nuf. Nou, gelukkig zegt jou dat niks, ja, maar ik ga er ook geen flauwe grappen over maken. Maar zocht jij geen pot augurken? Ja. Nou, die staat daar op tafel. Oh jee. Joe. Oké. Het gedicht dus dat in een kunst zonder besef op pagina 69 staat, luidt de opdracht. Oh, dan heb ik al een beetje een probleempje, want het gedicht dat in deze bundel op pagina 69 staat, is niet echt een gedicht, maar is het einde van het gedicht dat begint op pagina 68. Dus als jullie het niet erg vinden, ga ik gewoon dat voorlezen. Een beetje smokkel, kan af en toe geen kwaad. Enkel uit rancune. Op de tast deed ik het licht aan en viel genadeloos ten prooi aan de tijd, de ruimte en het strakke boemerangprincipe van mijn onderdrukte lusteloosheid. Zodra ik echter de kans zag, sloop ik snel naar een barst in de muur en liet er een glad stompje weemoed achter. Een onherkenbaar, hachelijk gevoel kwam stantipede over me, alsof ik in het hoofd van iemand anders zat of in de foute lucht vertoefde. Via de smaak van de zelfspot die bezit nam van mijn gewrichten en mijn gedichten, vond ik de heimwee terug die zij ooit had uitgedund. Ik was weer in de pen gekropen, ja, enkel uit rancune. Zwat, er lag een opgehitste menigte regels om in te smeken. Een paar ook ondersteboven. Beladen met haat en dergelijke noodlottigheden. Mijn blik scheen loodrecht in haar gezicht. Doch de enige die zich te pletters weten, was ik.
op de kade van ons eiland wuifde ik haar tenslotte royaal uit. En besloot haar afscheidsbriefje voor altijd te koesteren als een vers bloemenmonument. Oh ja, dat ben ik. Dat weet ik nog goed. Ik was 2 jaar oud en ik was de eendjes aan het voeren samen met mijn mama. Schattig hoor. Zie die eendjes gulzig, die boterhammetjes opvreten. Ja, in die tijd kregen de eendjes nog echt goed brood. Ja. Schuilt toch een keeperstalent in mij, dat zie je direct. Goh, ik ben soms zo klein. Oh, dat is mijn moeder. Die geeft me brood. Kijk, hem gooien. Ja, jongen. Gek dat ik het niet tot PSV 1 heb geschopt. Maar, oké. Maar, zie zijn haar. Mooi. Lekker strak. Goh. Geweldig. Oh, wat fotogeniek ben je toch, jongen. Wel jammer dat je zo'n vierkante kop hebt. Maar dat trekt met de jaren nog wel bij. Kijk eens aan. Je maakt al op jonge leeftijd vriendjes van de natuur. Nee, oh ja, niet in het water lopen, zie je mijn moeder denken. Ja, hou hem maar goed vast hoor, als een handje. Jongen, alsof ik kind in het water zou lopen, ik ben toch niet achter. Ach, zie me rijden op een rode paardje. Oh, en dan komt opeens John. Kijk eens John, dat ben ik. Kijk wat een dikketje. Kom even jong. Even zien, man. Kijk, kom even mee in de camera. Dat ben ik dus. Kijk, wat een dikketje. Kun je eventjes bukken, zodat je goed in beeld bent? Dat ben ik. Wil je zien, man, wat een dikketje ik was? Nee. Erg. Dat was mijn liefste vriend. Zoals jij met Dylan, ik had een aap. Ja, waar ga je naartoe? Oh. Ja. Tuurlijk, het is jouw fietsje. Wat zeg ik, fietsje? Nee, loopfietsje. Oh, maar dat doe je wel heel behendig, hè? Nou, dat doe je wel heel goed. Stappen. Ja, heeft iedereen het gezien? Hey, we willen een beetje crediten. Ja, natuurlijk. Haha, ja, ze hebben het gezien. Ja. Ziet hem gaan. Jawel, nou, dat komt wel goed, zou ik zeggen. Ja, dat heb ik goed onder de knie. Ja, vind je lekker op oma lijken? Ja. Vertel nog wat je allemaal ziet. Vind je dat goed? Ja, ouderwets. Ouderwets. En lijk ik op oma? Ja. Je heeft toch niet zo'n vierkante kop? Nee, maar gewoon de haren. De haren is als... Kijk, daar ben ik opgegroeid. Lekker op zo. Juist. Heilige Geestland heet. Ik was 26 en altijd die vierkante kop. En dat was de eerste auto die mijn ouders ooit hebben gekocht. Een Simca. Nee, ik bestaat zelfs niet eens. Kijk, en het grappige is, mijn vader liet het dan zien tijdens kinderfeestjes, deze film. En dan lijkt het net, kijk, ik draai de contactsleutel zo. Ja, alsof ik draai. Kijk, 88. Het grappige is, 88. In dat jaar zijn wij naar België verhuisd. En er staat ook nog eens een keer HD. En in die tijd bestond HD nog niet. Hè? Nee. Ja, zie mij rijden. Ja. Daarna hebben we er ook nog eens een keer een clipje opgenomen, Respect, en dan rijdt eerst die auto en dan daarna mijn C3 die ik ondertussen in de prak heb gereden. En dan ben ik weer, zeg maar, vind je dat? Schattig. Ik had toen... Mijn paardje. Wie is die mevrouw? Oma. Oh. Ja. Wat ga ik nou doen? Rijden. Nee, het gras afrijden. Nee, wat neppen. Zo geef ik altijd kusjes. Daar ben ik weer. Ditmaal met het tweede gedicht van deze vlog. Namelijk eentje uit als klap op de vuurpijl. Pagina 69. Oh, dat is eigenlijk wel vrij gemakkelijk, want dat is de op één na laatste bladzijde. Gastvrijheid. Hoewel ik hem gratis onderdak verleende, zoop hij brutaal al mijn bier op. En toen ik weer nieuwe blikken had gekocht, verstopte hij ze geniepig in de logeerkamer. De rest van de avond zat hij als een trieste plant voor de tv. Haast vergroeid
met de afstandsbediening. Zijn enige bondgenoot. Ja, we zijn dus nu aan de Carrefour, want John gaat deze avond de boodschappen doen. Je moet eerst de jeton in een karretje steken. En zoals je ziet, dat is geen probleem voor onze jonge heer. Ah, je gaat natuurlijk weer recht naar de ijsjes, niet? Ja. Dacht ik al. Ja. Wat heb je nou gekocht? Oh ja, ijsjes. Had ik kunnen denken. Fantastisch, toch? Dat is weer van deze. Ja, oh ja, dat is waar. Hè? Dus beste dames en heren, John kiest vandaag alle producten. Nou, dat ziet er al heel voedzaam uit, ja. Jongen. Ik zou zeggen, doe ze voort. Zet hem even af, hè? We zullen eens nog iets te drinken kopen dan zeker, of niet? Want dat hebben we ook niet meer in huis. John kent zijn weg naar de frisdranken. Nee, blijkbaar niet, want daar staat het bier. Hier staan de frisdranken. En hier staat de cola en het bier. Ja, precies. Oh, dat koop ik toch ook altijd voor jou. Cherry Coke. Water, ga je ook geen water kopen? Dat is tenminste gezond, man. Ja, dat zeg, heb ik eens van een minister gehoord. Die zei, weet je wat je vooral moet doen? Heel veel water drinken, want dat is goed voor de hersenen. Kun je goed nadenken. Dus pak maar water. Ja, tuurlijk man. Tas toe. Ja, je haar zit goed hoor. De veters hadden wel vast gekund, hè? Maar ja. Twee, oh. Meneer is nog mild. Ja, en trouwens, er zijn ook nog standjes waar de Red Bull koud staat. Nee, dat maakt niet uit. Goed, wat gaan we nu nog pakken? Want ja, jij kiest... Weet je waar je ook nog vergeten bent? Ja, natuurlijk. Raad eens, wat ben je vergeten? Avondeten. Haha, je haalt de woorden uit mijn mond. Hier is kaas. Interessante mensen. Lavash. Kiri. En waarom die lacht? Hij zal het zelf wel weten. Ah, dat is een volleerde shopper hoor, die Sjonneman. Dingen, vind je dat niet lekker? Kijk, hier, kijk. Dat is misschien ook iets voor jou. Je bent toch in Italiaan? Cannelloni, lasagne, moussaka. Oh nee, dat is Grieks. Vind je dat lekker? Nee. Fungi, nee. Moet je eens goed kijken. Buffola, dat ga je wel lukken. Als ik een tip mag geven. Ja, buffola. Ja, buffola, buffola. Pak er maar meteen twee, dan hebben we er genoeg. Ja, wij zijn toch eigenlijk wel Italianen, hè? Ook al ik niet van bloed en hij wel. Ja, wat nog meer? Nou, hij komt op gang nu. Wacht, pak dingen. Parmigiano, dat we er genoeg parmigiano hebben om overheen te strooien. Zal ik ook eens wijzen waar dat is? Kijk, volg je mij? Ja. En die koekjes van gisteren, vind je ze lekker? Anders kun je die ook weer. Nee, dat vind je te pikant. Hier liggen ze dan. Dan kun je het beste deze nemen. Het beste deze nemen, want die is van de Carrefour zelf. Ja. Allee, vertel eens een mop, John, over een parmigiano kaas. Die heeft niks. Man, wat heb ik al veel voet. Komt uit Italië. Ha, dat was een goede grap. Allee, lach van erop. Dat was een grap, man. Schitterend. Allee, wat moeten we nog meer gaan doen? Wat ga je nog kopen? Nou, dat kan niet, hè? We moeten ook de volgende dagen nog iets eten. Ja.
Wat lust je nog meer van avondeten? Vlees? Hier ligt vlees en zo. Kijk zo. Vlees en zo. Vis, dat ligt hier rechts. Het zal toch wel iets lusten van vis. Een hamburger. Doe het. Hoe lang doet dat dan? Twee. Ja, doe maar. Goed zo. Hij komt op gang. Dat is het. Ja, dat is het. Gaan we dan naar de kassa? Ik wil nog een kaartje. Ah, een kaartje. Kom terug. Shit van deze. Ja, nee, daar zijn er geen appels. Heb ik nodig. Waarom leg je nou je vinger voor de lens? Dat was heel... Dat was... Afrekenen weer de vinger voor de lens. Dat was heel even zo. Ja, elkaar, dat die elkaar niet meer niet konden zien. Oké, dag winkel. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op het kanaal voor meer vlogs. Dat is gesproken. Doei. Dag.